Ook bij Mark Maria het geval, ook een hele grote wereld. Waarom vonden jullie het belangrijk om mee te doen, Mark, als ik jou mag beginnen? Nou, we vinden het erg belangrijk om te laten zien hoe we leven. Maar dat kan ook inspirerend werken, daar hopen we een beetje op. Maria en ik zijn al 20 jaar bij elkaar. En samen kunnen we de wereld aan, zeggen we wel eens. Ja. Wij bedenken allerlei oplossingen. Samen weten we meer dan in je eentje. En nou, dat komt tot allerlei zaken tot uitdrukking. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Maria? Op een vereniging van kleine mensen in Nederland heb ik hem eerst kennen geleerd. De vereniging van kleine mensen. Ik zelf kom je uit Duitsland, hè? En ja. Het aardige is, het was meteen lief op het eerste gezicht of heeft het even geduurd nog? Het heeft een beetje geduurd. Maar het ging heel goed. Het ging heel goed. Nou, hebben jullie je huis totaal aangepast, Mark? Om maar even te gaan, waar ik nooit over heb nagedacht, pas door het programma van Arie. Van, oh ja, ja. Het bed moet ook een bepaalde hoogte hebben. Maar jullie hebben echt je keuken, alles is op jullie lengte. Maar echt alles. Ja, we hadden de kans om een huis te laten bouwen vanaf de eerste steen. En als je al 20 jaar bij elkaar bent, dan droom je ook samen na over het ideale huis voor ons. Dus we kwamen met een hele waslijst van zaken die we graag zouden zien in ons nieuwe huis. Als het zover zou komen. En op een gegeven moment kwam het zover. En we hebben een architect gevonden die die uitdaging aan kon of aan wilde gaan. En dat geeft prachtige oplossingen. Zoals de beweegbare toilet. Hè, die kan dan heel laag worden gezet. Maar we hebben ook gasten. Hè, dus het toilet dat automatisch omlaag met een knop omlaag kan worden gezet. Of omhoog. Zoals Maria. Of omhoog. En omhoog, want ook Arie die moest ook zijn dingetje. Zijn dingetje. Maar goed, maar al dat soort extra aanpassingen is ook extra geld. Dat kost extra geld. Maar als je slimme oplossingen bedenkt. En met bijvoorbeeld de keuken, bijvoorbeeld, die hebben wij bij een normale keukenboer. Aan laten passen. Het is niet echt aanpassen, maar wij stond op het venster. Wij bouwen keukens op maat. En we dachten, nou, dat zullen we wel eens zien. Maar we liepen daar naar binnen en ze gingen de uitdaging samen met ons aan. Maar eigenlijk, als ik jou zo hoor, hè, want ik bedoel, in het programma van Arie laat je ook zien wat je heel graag wil. Ja. Jij zou heel graag op het podium willen staan. Een soort stand-up comedy cabaretier. Alleen al het verhaal van je huis is goed voor uitverkochte zalen, denk ik. Er zitten heel wat verhalen aan vast waar je wat wel leuk voor de kleine komedie. Voor de kleine komedie. Ja, en vooral als Arie langskomt, dus dan hebben we wel een verhaal. Ja.